Ik ben mijn verjaardagsfeest aan het vieren met zeker 3 van mijn beste vrienden. Ik ben mijn vlogvriendin. Oh, ik ga even de unboxing doen. We gaan namelijk pakketten wegbrengen. Een soort kerst-Sinterklaas vriendin ben ik vandaag. Je hand. Oh, ik ben beneden. Ja, of hier. Oh ja, daar. Heel leuk. En welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben al de hele dag bezig om te vloggen, maar wij zijn zo druk geweest. We hebben allemaal nieuw content gemaakt voor mijn eigen Instagram. En we hebben allemaal nieuw content gemaakt voor de Bobby Vintage app. We hebben nieuwe producten toegevoegd aan de website. Dus een en al drukte. Jessica heeft heel even de camera erbij gepakt om te laten zien hoe foto's worden gemaakt. Hoe enig dat is met Nadine. Wij zijn nog de laatste dingetjes aan het doen. Maar goed, welkom bij een nieuwe weekvlog. En ik ga jullie vanaf nu meer meenemen in mijn week. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zit hier met een ballon achter in mijn in de auto. Wij gaan namelijk pakketten wegbrengen. Een soort kerst-Sinterklaas vriendin ben ik vandaag. Ik ga namelijk de tassen naar vrienden, influencers brengen. Ze hebben allemaal een favoriet mogen uitkiezen. En samen met een verwendpakket gaan we die langsbrengen. En in plaats van dus een hele grote lancering zoals we vorig jaar hebben gedaan, gaan we het nu geheel coronaproof op deze manier doen. En het was vanochtend alweer een beetje chaos, hè, Jess? Absoluut. Dat is ook niet coronaproof wat wij aan het doen zijn. Nee, maar we zien elkaar inmiddels zoveel dat het 3 keer in de week of zo. Jessica woont, ik zei net al, het is een soort studentenhuis. Jij woont inmiddels bij mij. Ja. Wij waren vanochtend alweer andere pakketten aan het inpakken, wegbrengen, opmaken. Het is, tussendoor. Kan je alsjeblieft heel even iets ophalen bij de kleermaker? Ja, natuurlijk. Maar goed, we zitten en we hebben er zin in. Absoluut. Ja, ik ben bij Saskia. Dicht ergens in de buurt bij de polder. We mogen niet zeggen waar. Maar ik vind het zo leuk dat ik al zo lang bij Sas op visite om koffie te drinken. Maar het was natuurlijk heel coronatijdperk. Hoe gaan we dat doen? Ik zit aan de krentenbollen bij Sas. Zo lief, krentenbollen, oliebollen. We komen langs, je hebt gelijk oliebollen. Had je toch, heb je dat voor speciaal voor ons gedaan? Ik wil de kerstboom open. Ik heb je taart. En de volgende stort in, Bob. Wat doe je nou? Lekker. Nee, ik ging een kerstboom kopen. Er stond een oliebollenkraam. Ja, dat moet ik wel mee. Ik vind het wel grappig, want ik zie dus deze van vorig jaar dus hier ook weer op tafel staan. Dat is gewoon wel tijdloos. Ik heb een cadeautje van je, hè? Ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ook. Dit is ook de eerste keer dat ik het iemand zie uitpakken. Echt? Ja. Ja. Kijk, hij opent de box en dan. Oh, ik vind het zo mooi. Ja, hij is heel mooi. Oh, heel tof. I love it. Kijk dan, voor alle kindjes weg. Ja. Of één dag weg met één kleuter. Ja. Ik ben bij Romee. Het is dinsdagochtend 11 uur en ik zit lekker bij Romee aan de koffie. 2 vlogs geleden zijn wij samen naar de kringloop geweest en toen heb ik vervolgens nooit meer laten zien wat we hebben gekocht. Zo erg. In mijn vorige vlog zei ik, als ik bij Romee ben ga ik het even filmen. Dus dat is nu, het is een soort hele lange tijdspan dit. Dus ik ga even laten zien wat wij de vorige keer hebben gekocht. Dit is dat vaasje die ik ook heb. Dus zeg maar deze 2 horen bij elkaar. Oh ja, deze hebben we ook nog gekocht. Dit is eigenlijk of een vaas of een kaarshouder, hè? Ja, maar ik had zoveel rozen, ik denk... Hoppa, we gaan ervoor! Ik heb overal de rozen. Deze tafel hebben we toen gekocht. Echt zo'n mooi dingetje. Hollywood Regency, jaren 80 tafeltje met rookglas. En een vaas met dezelfde soort rookglaskleur. Echt een goede combi. En deze heb je ook diezelfde dag gekocht, hè? Ja, dat zout... Zoutlampje. Ik vind dit zo leuk. Er zit geen sticker op, hè? Of wel? Bij Koos had er zo mooi zo'n sticker op. Ja, maar ik ben geen influencer. Ach, jawel. Jij bent mijn vlogvriendin.
Oh, ik ga even de unboxing doen. Nee, ik ben nog echt wel echt heel benieuwd. Ik weet dus niet welke je hebt uitgekozen. Nee, dat is een verrassing. Dan word je er altijd blij van, hè? Ja. Oké. Welke heb jij? Oh, ja! Heb jij deze? Ja, fantastisch. Ja, dit is wel echt een heel fijn modelletje. Maatje leek me dus ook ja. Echt... Is ook super fijn voor, ja, voor reizen en zo. Wow. Maar ik had grappig dat jij dus deze print. Ja, ik had verwacht dat jij die zwarte print gegaan. Voor Effen. Ja. Echt? Ja. Nee, ik vind dit gek. Super leuk. Oh, kijk. Oh. Oh ja, dat is die strap. Ik vind het leuker dan dat ik dezelfde heb als de tas. Ik verras jou, hè? Ja, je verrast mij echt. Dit is, het is grappig, want zo is het wel ontstaan, zo'n mix en match. Maar ik had niet verwacht dat jij dat echt zou doen ook. Ja, vind ik leuk. Ja. Ja, ik vind dat dus ook leuk. Maar je kan deze ook heel leuk op een andere tas gewoon doen. Ja. Ja, dat is te gek. Ja. Wat leuk, je hebt een goodie bag. Wauw. Lekker hoor, lekker hoor. Je hele huis lekker vol met dingen. Ja, ik hou van feest, maar... Dat heb je toch op je verjaardag gedaan? Godverdomme, kom die dingen nog tegen, man. Het ligt alweer op de grond hier, fantastisch. Tetje, ga die dozen dan. Tetje, kom hier. Tetje, dozen. Tetje. Tetje. Ted. Ted. Ted, steeds als die camera komt, kijk jij weg. Hoe komt dit? Wacht, ik pak wel alle dingen. Ted. Ik had van de week echt een overwinning. Ik was op 's avonds laat aan het zoeken naar ideeën en... toen kwam ik dit tegen. Dit is een armband met van die hele grote schakels. Die wil ik dus echt al vet lang zelf hebben. Want ik had namelijk bedacht om hem met zo'n roze koraal te dragen. En die roze koraal heb ik ooit vintage gevonden, maar daarna echt nooit meer. En die wilde ik zo graag vinden om in te kopen voor jullie ook. En uiteindelijk heb ik nu een mannetje gevonden in Griekenland. Echt fantastisch. Die oude vintage kettingen koopt. Met koralen eraan. En die turnt hij om naar hangers. En die stuurt hij dus naar mij op. En dit vind ik zo tof. Die wilde ik dus heel graag aan zo'n hele dikke grote schakel hebben. Echt een statement piece. Dus ik ben... Ja, echt, ik kan mijn geluk niet op. Ik kan het niet omschrijven hoe blij ik ben. Want het is me dus gewoon gelukt om twee items te vinden die ik heel graag wil. Ja, ik heb natuurlijk alleen maar ringen via Bobby Vintage. Maar het is me dus nu ook gelukt om kettingen, armbanden en hangers erbij te doen. En zo is dus gewoon langzamerhand mijn droom aan het uitbreiden. Droom van mijn eigen collectie en mijn eigen sieradenmerk. En ja, dat kan niet uitleggen hoe bijzonder dat is. Dus dat wilde ik even zeggen. Nu ik dit gezegd heb. Ik ga een eigen video maken over deze collectie. En dan doe ik hem gewoon in combinatie met vintage ringen. Want anders ga ik daar iedere vlog over lullen en daar heb je helemaal niks aan. Ik heb even een hele fijne shopronde gedaan bij Another Stories. Dit blouseje. Kijk, die is heel leuk. Laat me zo even in de spiegel zien hoor. Maar zo zit de bovenkant. Dit is het printje. Oh ja, dat is dus zwart. Dus dan kan je dat dus niet zo goed zien. Maar dit is echt een beetje zo'n Isabel Moran blouseje. Oh ja, en mijn Zara spijkerbroek, waar ik echt mega blij mee ben. Deze is €29,95 en ik denk dat dit een broek is die ik over 30 jaar nog aan heb. Nou, 30 jaar is misschien een beetje overdreven, maar... nee, ik heb geen linkje, maar ik zou mom jeans en dan €29,95 intikken. Dan vind je hem wel. Ik heb hem ook inmiddels in het grijs besteld. Waar ik dus heel benieuwd naar ben, is hoe gaan jullie om met Black Friday? Want ik merk dat er heel erg mensen soort van voor en tegen zijn. Sommige mensen zeggen nee, ik ben tegen Black Friday, want het stimuleert overconsumptie en het stimuleert om heel erg te gaan kopen. Ik merk dat heel veel mensen in mijn omgeving echt zeggen yes, korting, ik ga los, ik pak mijn moment, ik ga alleen maar dingen kopen. Wat ik doe, zeg maar sowieso altijd, is in het begin van het seizoen opschrijven wat ik nodig heb. Dus bijvoorbeeld, ik mis een hele goede jeans in mijn kast. Ik mis een zwarte blouse. Of ik heb bijvoorbeeld heel veel zwarte blouses aan. Ik heb er twee. Dus eigenlijk altijd ben ik
aan het afwisselen met de was. Dus een derde zou heel fijn zijn. Die zwarte blouse zou ik dan bijvoorbeeld in de sale-periode kopen. Want die heb ik niet per se nu nodig. Maar die jeans, als ik echt geen jeans heb, dan heb ik die nu nodig. En dan koop ik die ook aan het begin van het seizoen. Dan weet ik dat alle maten er nog zijn. En in de sale-periode ga ik zeg maar aanvulling kopen. Dus dingen die ik wel heel erg nodig heb en heel veel ga dragen, maar niet per se de volle 100% voor zou willen betalen. Wat ik dus merk is de dingen die ik niet per se nodig heb, kocht ik normaal gesproken in de sale, maar die saleperiode is dus naar voren getrokken door Black Friday. Dus ik doe eigenlijk nog precies hetzelfde, alleen nu koop ik dus die items tijdens Black Friday in plaats van in de sale. Ik ga dus nu dit jaar mijn aanvulspullen kopen. En dan ben ik dus heel benieuwd wat er gebeurt tijdens die saleperiode. Ga ik dan alsnog dingen kopen? Heb ik alsnog dingen nodig? Dus dat is een beetje mijn visie. Ik vind het heel mooi dat het er is, want je kan daardoor al voor de saleperiode items kopen die je met de feestdagen en de kerstdagen graag aan zou willen met een mooie korting. En daardoor is iedereen, tenminste kunnen veel meer mensen mooie items kopen. Maar tegelijkertijd inderdaad, het zorgt wel voor overconsumptie. Dat is een beetje mijn visie erop. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van Black Friday. Of jullie een voor en tegen of een soort van middenhanger zijn. Ik ben vorige week met Romain naar Tika geweest. En daar vond ik deze koffiekopjes. Ik heb er natuurlijk echt al 1000. Dus dat is helemaal niet, was helemaal niet nodig. Maar ik vond ze zo leuk. Ze zijn dus 4 in allemaal verschillende kleuren. Laat ik zo wel even zien. En jullie vroegen laatst, ik was ook met Carlijn laatst bij Tika. Tika is eigenlijk een inkoopcentrum waar winkeliers, stylistes, zeg maar inkopen. Dus dat gaat over interieur en kleding. Oh, dat is de postbode. Yes. Dat was een pakketje voor de buren. Jammer. Helaas, ik dacht dat het voor mij zou zijn. Wat was ik nou weer aan het lullen? Oh ja, Tika. Nee, dat is dus een inkoopcentrum voor winkeliers en stylistes en mensen die huizen inrichten en zo. Nou ja, mijn droom is om ooit huizen ook te gaan inrichten. En dan vooral die combinatie tussen vintage en nieuw, want dat vind ik heel belangrijk. Een heel nieuw huis volgens de trends van alleen maar wat er is, ja, vind ik jammer. Ik vind juist combinatie oud en nieuw. En nou ja, nu ik het eigenlijk zo zeg, misschien moet ik ook maar eens dan spullen inkopen voor jullie. Dat is ook wel een leuk idee. Ga ik even over nadenken. Mocht je ideeën hebben, laat het me even weten. Hallo lieve mensen. Ik ben mijn verjaardagsfeest aan het vieren met zeker 3 van mijn beste vrienden. Ik heb ook maar 3 vrienden. Nee, grapje. Ja, je mag maar 3 vrienden. Dus ik zei tegen mij, ik heb mijn 3 beste vrienden uitgenodigd. Ja, ik heb er ook maar 3. Nee, grapje. Ro is er. Ko is er. En Mick wil er niet op, denk ik. Ah, oh, lig je lekker op een dekentje. Zullen we trouwens een spelletje spelen? Ja! Ja, hè? Ja! Ik ben heel competitief. Ja? Zijn wij een team? Ja. Nee, met jou verlies ik. Zo goed. Nou ja, ik ben dus mijn verjaardag aan het vieren. En dit is heel gek, want normaal gesproken doe je dat met heel veel mensen. Maar nu doe ik het met allemaal mensen die heel dichtbij me staan. Dat is ook heel bijzonder. Geeft een hele andere dimensie. Zeker aangezien Mick aan een 0% bier zit al de hele dag. Nee, ik ga... Oké, pak mij. We beginnen met blauw, hè? Ben je klaar voor? Bira raden. Ja, ik ben er. Oké. Voice is van Voice Julie Witt. Sander Jansen. Nee, de andere met ze is ouder. Ik vierde dus mijn verjaardag voor mijn vrienden en mijn familie apart. En normaal gesproken hoef ik niet per se cadeaus te hebben. Ook als mensen vragen, goh, wat wil je hebben? Dan zeg ik altijd, joh, maakt me niet zo heel veel uit. Maar toch eventjes, want ik mocht natuurlijk 3 mensen uitnodigen. Wat ik heb gekregen van deze 3 hele bijzondere vrienden. Dat is ten eerste dit. En dit vind ik echt super tof boek. En echt ook heel goed voor mij uitgekozen. Dat is dit boek. Die heb ik van Mick gekregen. Hier kun je allemaal huizen zien. In die eclectische stijl waar ik van hou. Dus nieuw en oud gecombineerd. Oh, heel erg kijk. Wat waanzinnig. Heel erg leuk voor inspiratie op te doen. Ja, ik zou dus mijn eigen huisstijl ook omschrijven als eclectisch. Eclectisch is eigenlijk allemaal verschillende stijlen. Floep bij elkaar, dwars door elkaar heen gemengd. En heel erg contrasten, oud, nieuw, jaren 70 gecombineerd met
jaren 50. Art deco met heel erg van nu. Nou ja, dat is een beetje een eclectische stijl. Nou, dat heb ik gekregen. Ik heb van Co. Co zei voor de gein, wat wil je voor je verjaardag? Dat zei ik, Rituals. Dat is een soort van grapje toch? Als mensen zeggen Rituals pakket krijg je voor je verjaardag. Maar deze wilde ik dus vet graag. Dit zijn die geurstokken. Precious Amber. Die vind ik echt waanzinnig lekker. Dus ben ik heel blij mee. En ik heb van Romee een grapje gekregen. Tandpasta voor speciaal witte tanden. Uit Amerika. Ik zei namelijk tegen haar, hoe kom je toch altijd aan die witte tanden, joh? Heb je die van jezelf? Nou ja, toen zei ze, nee, ik heb deze tandpasta. Wil je een keer proberen? Toen ging ze naar Washington, zijn stewardess. Toen nam ze deze mee. En ze nam ook mee een tijgerprintbroek. Joggingbroek. En dat heet... Bobby Brook. Heel geinig. En een waanzinnig lekkere geurkaars, ook uit Washington. Die gemaakt is van wijn. Nou, dat vond ze heel grappig, want Romee en ik drinken natuurlijk altijd wijn samen. Oké, nou dat waren mijn cadeaus. Ik weet niet of je dit leuk vindt om te zien, maar ik vind het altijd geinig om te zien wat mensen krijgen voor hun verjaardag. En ik heb ook genoeg geluld, dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Enorm bedankt voor het kijken weer. Ik hoop dat hij een beetje leuk was. Ik weet namelijk echt niet meer wat ik deze week gefilmd heb. En hopelijk tot volgende week. Heel veel liefs.